Hey, lepjes, drie hier. En samen met Angel aangekomen op begraafplaats Krooswijk. En we gaan op zoek naar een best wel een berucht persoon. En over wie ik het heb, dat gaan jullie zien in de volgende video. Nou, zoals de intro al verteld, we zijn op zoek naar Chris Lindemans. En we hebben eventjes wat informatie opgevraagd binnen. Aanvankelijk wisten ze het niet, totdat ik wat details gaf. Dus hier gaan we naartoe. Vlak D, en toevallig weet ik dus waar het altijd is. Dus we zijn zo terug. En als je wil weten wie is nou Chris Lindemans, ik moet maar even kijken naar de volgende documentaire. Die is gemaakt door Fred Zuiderwijk. Ik heb zijn toestemming gehad om de video te gebruiken. Dankjewel Fred. Dat vind ik echt tof dat je de toestemming hebt verleend. Dus als jullie daarna gaan kijken, dan gaan wij intussen tijd op zoek naar vak D. In de vroege ochtend van 17 september 1944 begon operatie Market Garden. De grootste geallieerde luchtlandingsoperatie van de Tweede Wereldoorlog. Maar het werd een fiasco vanwege de onverwacht sterke Duitse tegenstand. Een bloedbad was het gevolg. Nooit is de plotselinge concentratie van Duitse troepen bij Arnhem volledig verklaard. En wie heeft verraden? Vaststaat dat de Duitse Sicherheitsdienst 2 dagen voor de aanval was geïnformeerd door de Nederlandse verrader Chris Lindemans, alias King Kong. In de krochten van de bunker van Zeisinkwart, de voormalige Duitse Rijkscommissaris, ontmoet ik Thomas Ros. Hij is een van de meest toonaangevende thrilleracteurs in ons land. Zijn vader heeft King Kong ruim een half jaar verhoord. Chris Lindemans, alias King Kong. Verzetsheld, verrader of dubbelspion. Feit of fictie? In 1982 woonde ik in Haarlem en werd ik gebeld door 2 Haarlemse journalisten. Dat het lichaam van King Kong, dat was een dubbelspion in de Tweede Wereldoorlog, op de begraafplaats Rotterdam-Krooswijk werd opgegraven. Omdat er een mevrouw in Haarlem beweerde dat in die kist lag King Kong niet. Nee, maar King Kong is pseudo, hè? King Kong was de bijnaam omdat hij een beetje een aapachtige gestalte had van een man uit Rotterdam. Eigenlijk heette hij Chris Lindemans. Was voor de oorlog een jongen die in Rotterdam bij zijn vader opgroeide, in het garagebedrijf werkte. Is in het begin van de oorlog, direct na het bombardement van Rotterdam, in het verzet gegaan. Nou gaat het verhaal, dat weten we niet helemaal zeker, dat hij dat daarom heeft gedaan. Maar in elk geval zijn broer werd gearresteerd door de Gestapo. En de Gestapo gaf hem toen de keuze. Ofwel, we houden je broer in leven, maar we houden hem vast. En jij gaat voor ons werken, want jij weet veel van het verzet. Ofwel, we fusilleren je broer en we pakken jou ook. Daarop zou hij gewerkt hebben voor de Duitsers en voor het verzet. Hij had een relatie in de oorlog met veel vrouwen, onder andere met deze mevrouw die in 1982 dus zei van volgens mij ligt hij er niet en is het fake, er liggen stenen in. Ze zei zelfs er ligt een dode Palestijn in die kist. Maar hij is naar Zuid-Amerika, zoals veel nazi's. Nou ja, Bram Peper, burgemeester van Rotterdam, wilde dat maar het is wel gebeurd. Naar alle waarschijnlijkheid, eigenlijk voor 100% zekerheid, lag hij er ook in. Maar ik werd opgebeld door 2 Haarlemse journalisten en die zeiden, ja, we weten wel dat u schrijft onder dat pseudoniem Thomas Ros, maar uw echte naam is Hogendoorn. En wij hebben hier processen verbaal, direct na de bevrijding, 1945, van iemand die King Kong heeft verhoord. En die man heet P.G. Hogendoorn, hoofdinspecteur Bureau Nationale Veiligheid, want dat was de voorloper van de BVD. Dus toen dacht ik, shit, dat is mijn vader. Want mijn vader heette Pieter Gerardus Hogendoorn. Ja. Dus ik naar Den Haag, mijn vader was toen dood, naar Den Haag naar mijn moeder. En zei, ma, weet jij dat pa wel een half jaar lang in de strafgevangenis Scheveningen, dat is de beruchte Oranje Hotel, hè, King Kong heeft gehoord. En mijn moeder zei, joh, ik weet van niks. Maar wat deed jouw vader dan? Mijn vader kwam na de oorlog, zij werden geëvacueerd uit Den Haag Sperrgebied. Ja.
kwam terecht op Goeree Overflakke. Je weet dat sperrgebied moest leeg. Duitsers, de Atlantikwal, de tankkracht in Den Haag. En direct na de bevrijding is hij, wij bleven achter als gezin, ik was net geboren, is hij oud-politieman teruggegaan naar Den Haag. Kwam daar in contact met zijn vroegere chef, dat is meester Eindhoven, dat is de echte oprichter van de BVD. En die begon met een stel jongens vlak bij het Koerhuis in het nog kapot gebombardeerde Grand Hotel, dat stond ernaast, begonnen ze het eerste bureautje BVD. En dat was om Waffen-SS'ers op te sporen, NSB'ers nog, want na die oorlog was het een ontzettende chaos. King Kong was iemand die dus fout was, is naar Frankrijk gegaan, ook voor de Duitsers, is daar getrouwd met een Française, heeft zowel veel mensen geholpen, bijvoorbeeld piloten die gestrand waren, de pilotenlijnen over de Pyreneeën naar Spanje, terug naar Engeland, Engelandvaarders, en heeft tegelijkertijd honderden en honderden mensen verraden, nou, zoals hij zei, alleen maar om die broer in de Rotterdamse in leven te houden. Ja, ja. Ja. Hij is in september 1944, dan is D-Day geweest, dan zijn de geallieerden ongeveer bij Brussel, Antwerpen. Daar ontmoet King Kong Prins Bernhard. Prins Bernhard was opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, dat was vooral de Prinses Irene Brigade. Ja. Bernhard logeerde daar in een hotel, het Metropool Hotel in Brussel. En op 4 september, Bernhard heeft altijd gezegd, het is niet waar, het is niet waar. Hij heeft later ook in zijn agenda geschreven, veel later, 21 september, King Kong ontmoet. Hij had ook in die agenda geschreven, 6 juni 1944, niet vergeten die day, alsof je dat op zou schrijven, maar goed. Ik heb Frits Philips gesproken, die was er ook, en die zei, op 4 september kwam er een man binnenlopen, 1944, Brussel is bevrijd, en meldde zich aan bij de staf van de prins, met hele vele goede contacten, dat hij wel werk voor de prins wilde doen. Dat was dus King Kong. Dat was Chris Lindemans alias King Kong. Bernhard was ontzettend onder de indruk van deze man. Het is een beer van een vent. Hij liep een beetje mank, daar zullen we het straks over hebben. Hij kon ontzettend goed schieten, achter de wijf. Een man van naar Bernhard's hart, zullen we zeggen. Oké, hij trekt mee met de prins en de troepen Noord-België in. Ongeveer in die periode, de eerste week van september, worden de geheime plannen gemaakt door de geallieerden Montgomery om Arnhem te doen, de slag bij Arnhem. Als je Arnhem hebt, ben je nog veel sneller in Berlijn dan wanneer je door de Ardennen, wat ze ook gedaan hebben, zouden gaan. Oké, Bernhard zou, maar ik zeg nu zou, want het valt niet te benoemen. Bernhard zou aan King Kong, die hij zeer vertrouwde, ondanks allerlei waarschuwingen van een hele hoop mensen, pas op, hoogheid, hij is dubbel, hij heeft voor de Duitsers gewerkt, maar Bernhard was onder de indruk. Maar wie waarschuwde hem? De geheime diensten, Engelsen, Canadezen, ze wisten allemaal wie King Kong was. Ja, ja. En Bernhard zei, ik geef jou een vrijgeleide, dan ga jij voor mij door de Duitse linies heen, want Brabant was nog bezet, door de Duitse linies heen en probeer contact te maken met het verzet boven Eindhoven, Nijmegen, Arnhem, dat we er aankomen, want die jongens die uit de lucht komen hebben straks hulp nodig. Ja. Daar is Bernhard, heeft Bernhard een faux pas gemaakt, want dat was een top secret operation, niemand mocht lullen. Oké, King Kong gaat op een vroege ochtend door de linies. Ja, dat was makkelijk, King Kong werkte voor de Duitsers. Die had geen enkele aan de overkant zonder ze te wachten gewoon. We weten dat hij op 15 september meldt hij zich bij het hoofdkantoor van de Sicherheitsdienst in Driebergen en zegt, er zijn plannen om deze komende week, dat is 17 september, luchtlandingen in Oost-Nederland te doen, een geheime operatie. Dat bericht is vanuit Driebergen naar Berlijn doorgestuurd. Ook in Berlijn wantrouwde ze King Kong, want hij werkte ook voor het verzet. Is dit fake? Is dit een afleidingsmanoeuvre? Dat kan ook namelijk, hè, dat de geallieerden ingezet hebben van we gaan en dan pakken ze daar. Dus niet waar ze toe waren, eigenlijk. Maar het feit is wel dat die hele, bij Arnhem en Oosterweek, waar de eerste troepen kwamen, zondagochtend, 7 september, de luchtfoto's van de Royal Air Force, altijd voor zo'n operatie luchtfoto's maken, geven aan dat er bijna geen Duitse troepen waren. Bijna niet. Maar het gekke is, Arnhem is een bloedig fiasco. Hè? 7000 jongens de kop gekost. Opeens waren er dus wel troepen. Nou, dan is 1 plus 1 is bijna 2. Sorry. Ze waren ingezeind. Ja, natuurlijk waren ze ingezeind. Ze wisten het, anders was het niet mislukt. Dan had Montgomery gewoon door kunnen lopen naar Berlijn, precies. En was hij daar als eerste geweest. Enfin, al die verhalen speelden direct na de arrestatie van King Kong. Dat is al in het najaar van 1944 door de Engelsen. Die wilden hem hebben, want het was eigenlijk hun operatie, Arnhem. Dus Montgomery was des duivels op Bernhard. Godverdomme, je hebt je mond voorbij gepraat naar. En je doet het ook naar een klootzak die een verrader is. En, en dat, daar had hij wel gelijk aan. Oké, de Engelsen hebben King Kong opgehangen aan zijn ballen in de tower. Hij zei niks. Hij zei helemaal niks. Ze moesten hem uitleveren na de bevrijding aan Nederland.
King Kong wordt opgesloten, eerst in de Koepen van Breda, verhoord, hij zegt niks. King Kong komt in de zomer van 1945, dan is mijn vader net met dat Bureau Nationale Veiligheid begonnen. In de Au, in het Oranje Hotel, dat is de strafgevangenis Pompstation, zeg, waar de SS'ers in de oorlog hun gevangenen hadden. Dat deden wij nu weer. Waar ook Rost van Tonningen, trouwens de voorman van de NSB, waarschijnlijk vermoord is. Goed, daar wordt King Kong opgesloten met andere gevangenen in die strafgevangenis en verhoord door medewerkers van het Bureau Nationale Veiligheid. Dat zijn twee mannen geweest, dat is mijn vader en een man tegen wie ik oom zei, oom Anne ten Katen. Wat geen oom is, maar ook een oud BVD'er. Nou, ik heb alle processen verwaal, daar staat niks in. King Kong heeft nooit wat gezegd. Het enige wat hij de hele tijd maar zei is, ik wil de prins spreken. Er is een verzoek uitgegaan van mijn vader naar Bernhard, ze kenden elkaar. Ja, ja. De prins deed dat niet, wou dat niet. Die zei, ik ga niet met landverraders praten. Ja, dat kan je ook zeggen. Het rare is, Bernhard en het opperhoofd van de BVD, meester Eindhoven, waren zeer goed met elkaar, goed bevriend met elkaar. Bernhard heeft ook voor die BVD dingen gedaan. Goed, King Kong zegt helemaal niks. Dat duurt een half jaar. Ook niet over zijn opdrachtgevers, wel over die broer van hem en een broer. Ja, ja. Nu zegt hij op een gegeven moment, ik wil een openbaar proces. Had hij niet gezegd. Toen werd iedereen een beetje bang, want een openbaar proces is een openbaar proces. Er komen advocaten, de zaal gaat open, er is pers. Wat gaat hij lullen? Weet hij wat van Bernhard? Dat zou heel gevoelig kunnen zijn. Buitengewoon. Ja. Hij wordt ziek. Hij heeft een jaar gezeten. Hij behoorlijk ziek ook. Er was een ziekenboeg, daar zoals bij elke gevangenis. Daar komt hij in. Daar komt in midden 1946 komt een hele leuke, een vrouwenjager, King Kong. Hij was al een jaar zonder vrouw geweest. Dat valt niet mee, Fred. Daar komt een hele leuke verpleegster, blonde verpleegster. Die heet Tini onder de linden. King Kong ziet haar. Dat is zijn jeugdliefde van voor de oorlog, Rotterdam. Dat meisje heeft het toen uitgemaakt in 1936. En toen heeft hij de motor van zijn vader gepakt. Hij wilde zelfmoord plegen, gewoon een jonge puber. Zo verliefd was hij? Ja. Ja, ja. Toen is hij tegen een paal aangereden en daarom hinkte de grote aap King Kong. Ja, want dat been is nooit goed gekomen. Daar is ze weer opeens. Na 10 jaar, 1946, hij ziek in de gevangenis. Zij zegt, King, ik hou van je. Dit is helemaal James Bond, weet je? Ja, ja. Dat is heel toevallig trouwens, hè? Dat zij daar ineens schrijven. Tuurlijk. Nu komt de apotheose van het verhaal. Zij praat veel met hem. Zij zegt op een gegeven moment, King, zoals ze hem noemde, hier komen we samen nooit meer uit. Ze hangen je op en ze denken, zullen we, dit is heel gek, zullen we samen zelfmoord plegen? Zij kon als verpleegster bij de medicijnkast. Daarin zaten luminaltabletten. Luminal is een soort arsenic, maar ook als slaapmiddel als je het mengt. Okay. Hij was totaal in de war. Het was geen groot licht trouwens ook. Hij was ziek. Hij heeft er geloofd. Dat kan niet anders, want we weten, hij heeft 30 van die pillen ingenomen. Ja, ja. Zij heeft ook pillen ingenomen. Er waren daar 29 maagpompen in de strafgevangenis. 1 deed het nog. Die was voor haar. King Kong ligt daar. Die moet naar een gespecialiseerd ziekenhuis toe. De ambulance rijdt door Den Haag heen. Elk ziekenhuis wat toen werkte, dat waren er niet zoveel, weigert hem. Landverrader. Stond er gewoon in de deur. Noem niet. Ga ik niet als dokter mee. Uiteindelijk komt hij in een klein ziekenhuisje, dat bestaat niet meer. Dat heet de Volharding. Mm-hmm. Daar zou hij opgaan, maar toen was hij al dood. Ja. Nou, die dood is natuurlijk vrij toevallig voor iemand die net een openbaar proces had willen beginnen. Door zijn ziekte is dat uitgesteld. Dan denken we, goede moeder, wat gaan we doen? Weet je wat, dachten mijn vader en consorten. Want Tini onder de linden, deze mooie juffrouw op wie hij verliefd was, was de dochter van een collega BVD'er van mijn vader. Ze was wel verpleegster, maar ze is de dochter van een zekere Bertus onder de linden. En die hoorde bij het personeelsbestand van het Bureau Nationale Veiligheid. Dus is eigenlijk in principe in opdracht van de BVD geplaatst op de verpleegafdeling van de gevangenis om te kijken of ze King Kong uit zijn tent kon lopen. Precies, wat zegt hij, wat doet hij, en nog doet hij het niet. En toen is dus, als je de complottheorie aanhangt, is besloten, deze man moet niet praten. Want straks gaat hij het misschien wel vertellen. En wie weet wat er allemaal aan beerputten loskomt en noem maar op. Mijn theorie is de volgende. En dan moeten we weer terug naar King Kong. Ja. Je had, Eisenhower was de opperbevelhebber, hè, D-Day. Daaronder had je twee zeer ambitieuze generaals. Je had veldmaarschalk Montgomery, de Engelse, en je had generaal Patton, Amerikaan. Patton wilde door de Ardennen. Montgomery had dat plan Arnhem. Dat was een linkplan. Als het zou mislukken, en dat is zo, zaten we vast. Maar als je de bruggen had over de Rijn, dan stoot je zo door naar Berlijn. Ja. En iedereen was bang. De Russen kwamen al. Hè? Die zaten ook behoorlijk dicht er tegenaan, want die pakken het al in het voorjaar. Goed. De theorie was, wie Berlijn heeft, heeft Europa.
Dat blijkt ook, want de Russen en Amerikanen hebben het eigenlijk verdubbeld. Stel eens voor dat de Amerikanen dachten, als het die lul van de Montgomery lukt. Want dat was voornamelijk een Engelse operatie. Er staat wel wat Amerikanen bij, wat Polen bij. Maar het is een Engelse operatie. Stel eens voor dat het hem wel lukt. Dan zijn die Engelsen, en Churchill wilde dat, altijd dat grote Britse Rijk ook op het continent herstellen. Dan zijn die als eerste in Berlijn. Er zit weinig een beetje in de Ardennen, want Hitler trok daar troepen samen. Ja, ja. Nu zou het dus kunnen zijn, dat zou een complottheorie zijn, dat de Amerikanen en de Canadezen King Kong, van wie ze wisten dat hij een dubbel spion was, de plannen voor de invasie in handen heeft gespeeld. King Kong dacht, dat is mooi, ik ga mijn Duitse superieuren informeren, zodat het mislukt, Arnhem. Wat eigenlijk dus, begrijp je het? Ja, ik snap het. Een Amerikaanse operatie zou zijn, want Arnhem is ook mislukt. Ja, niemand wist dat de Russen zo snel kwamen. Niemand wist dat Patton loopt vast in de Ardennen, want in december stuurt Hitler daar toch nog troepen naar. Oké, dat zou geweest kunnen zijn. Dat is wel eens jouw... Nou, dat vind ik een hele aantrekkelijke theorie, hoe hij achter de plan is gekomen. Ja, 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 ja. Want ik geloof niet dat prins Bernhard hem die plannen heeft kunnen geven. Maar die sfeer hangt er nog steeds, hè? Dat die sfeer van prins Bernhard, King Kong... Zou dat ook een reden kunnen zijn voor de... Bernhard is woedend op mij geweest. Hij heeft zo'n pagina in de Volkskrant geschreven nog in 2004... hoe ik er toch bij... Die vent, hij wilde mijn naam niet meer noemen. Nee, nee. Hoe die vent er toch bij kwam dat hij... Maar dat heb ik nooit beweerd. Ik heb wel veel andere dingen over hem beweerd, maar dit niet. Maar stel eens voor dat... Bernhard, die zeer bevriend was met de Amerikanen... Hè? Altijd grote Amerikaanse vriendjes gehad. President Roosevelt en vrienden. Bernhard op dat heeft gegeven, moet je luisteren. Dit kan niet zoals het nu is gegaan. Arnhem is mislukt zoals wij dat wilden. Dit is pure theorie waardoor. Wij zijn helaas, de Russen waren iets eerder... maar we hebben godzijdank West-Berlijn nog gehad. Ja? Oké, dat plan dat Arnhem zoveel doden in kaart zou zijn gezet... om de Engelsen tegen te houden... anders zouden de Engelsen Berlijn hebben gehad. Dat mag dus nooit bekend worden. Dat kan King Kong weten, want hij liep die tent binnen... waar de Amerikanen zaten, daar zou hij de plannen vandaan hebben. Bernhard, zorg ervoor dat deze lul nooit praat, toch? Bernhard was heel goed met de BVD. Mijn vader en die oom van mij, Anne, die hebben hem dan wel mogen verhoren. Hij zegt niks. Ze willen weten, wat zou jij kunnen vertellen van ons Amerikanen? Ze zetten die meid zijn jeugdliefde als verpleegster er ook nog bij. Hij zegt nog niks. En dan denken ze afmaken. Dus hij was zo verliefd op haar. Ze heeft het zo goed gespeeld. Het vreemde van haar is, de maagpomp werkte. Zij komt er ook bovenop. En een paar jaar later emigreert ze naar Zuid-Afrika en krijgt een scooterongeluk op een eenzame snelweg. Er was niemand. Nee, want dat was ik benieuwd. Wat is er met Fantini geworden? Dat is dus met Tini is met een scooter op een totaal verlaten snelweg in Zuid-Afrika om het leven gekomen. Ja. Dus had Tini misschien toen toch willen praten? Ja, ja. Toch willen zeggen van? Maar ik zou als een, ik geloof niet in spiritisme, maar een medium willen hebben wat contact kon leggen met mijn vader. Dan kon ik vragen, pa, en toen bleek, hij lulde dus niet, hij zei niks. En Bernhard kwam veel bij jullie op kantoor in dat Grand Hotel. En zei dan, heeft hij wat gezegd? Nee. Hebben jullie toen gedacht, oké, we zetten die mooie dochter in. En als dat niet helpt, moeten we hem afmaken, jongens. Dus dan zou mijn vader direct of indirect betrokken zijn geweest bij de moord op... De andere onderzoekers menen echt, en ik vind dat absoluut ongeloofwaardig... dat King Kong en die Tini samen zo verdrietig waren, zo wanhopig waren... dat ze dus inderdaad zelfmoord zouden hebben willen plegen. Maar dat was raar, denk ik dan. Want King Kong had net de verzekering gekregen... dat er een openbaar proces kwam. Ja, ja, ja. Hij wou nu zijn gelijk hebben. Nou, toch, daar was die mooie meid weer. En ze was verliefd op hem. Nou, dat zijn twee redenen om geen zelfmoord te plegen. Nee, toch? Hij was niet levensgevaarlijk ziek. Hij was gewoon zwak, ziek, misselijk. Een gevangenis van kwart jaar. Ja. Maar er zijn ook nog wel mooie verhalen dat... moet ik even weten. Oh ja, Montgomery, na de oorlog, een moeilijke man ook... denkt, dit is fout. Die man hadden we nooit moeten uitleveren. Eerst in de Tower, hij zei daar niks. We moesten hem uitleveren aan Nederland. Een Nederlander. Ja, daar zit hij nu aan die pompstationsweg daar in Den Haag. Daar zijn de Amerikanen heel sterk. Onze Amerikaanse ambassade was een groot. Nogmaals, die financierde de BVD. Dit is allemaal twee handen op een buik. Ja, ja. Nou weten we dat op een avond hebben twee Engelse geheime agenten uit Den Haag. Dus toen King Kong vast zat, in de zomer van 46. Hij is in oktober 46 overleden. Met een ladder, notabene, hebben ze een ladder tegen de buitenmuur. Het zag er heel anders uit natuurlijk, die strafgevangenis. Geprobeerd om King Kong eruit te krijgen, om hem te ontvoeren. Dat is aantoonbaar, want twee Haagse politieagenten fietsen daar, bibberende lampjes, weet je wel, echt wel helemaal de jaren 40. En denken, hé, een ladder, inbraak, twee Engelsen. Die probeerden echt King Kong mee te nemen. Ja. Terug naar Engeland, want hij moest aantonen voor Montgomery
dat Arnhem niet een slechte operatie was, want dat kreeg Montgomery niet te horen. Ja, je bent een lul van de veldmaatschap. We hebben je gewaarschuwd. Dit is de link met de moffen. Maar nogmaals, er waren geen sterke Duitse troepenconcentraties bij Arnhem. Hij had gelijk. Je had die bruggen kunnen nemen. En opeens was dat verzetter. Mm-hmm. Dus hij wilde zijn gelijk hebben. En die King Kong kon dus vertellen dat hij het verraden had, of namens Bernard of namens de Amerikanen. Dus die ontvoeringspoging van de Engelsen is ook mislukt daar. Heb jij nooit de behoefte gehad om met je vader te praten over het geval King Kong? Nou, jarenlang. Mijn vader is in 1971 overleden. En nu pas wil ik dat. Maar toen was ik natuurlijk te jong. Ik was een rebelse puber. Het interesseerde me wel nog niet. Dus ik heb nooit de kans gekregen. Nee. Ik weet dat ik met hem loop, notabene, door de koninklijke tuinen van het Loo. En dat hij toen aan mij vroeg, weet je eigenlijk wat ik nou precies doe? En ik moest zeggen, nou, je bent ook helemaal niet geïnteresseerd, jongen van 16 of zo. Volgens mij ben je ambtenaar Binnenlandse Zaken. Zei hij, ik werk bij de BVD. En toen lag ik achterover van het lachen, hoor. Achterover van het lachen. Ja, als een spion. Een spionnenvaar. Ja. En het mooie was, veel later pas, hij is jong gestorven. Ik vond zijn pasje, dus hij is nooit bijna een van de eersten. Hij heeft 25 jaar ook naar dat gebouw bij ons in de Houtersburg Kennedylaan. Elke ochtend moest hij de jongens nog een pasje laten zien. Zijn groen pasje. Zijn codenummer is 007. Dat is ver voor James Bond, hoor. Dus mijn zoon, Daan, die toen klein was, die vond dat fantastisch. Mijn opa is 007, spionnenvanger, weet je wel. Geweldig. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Mooi. Nou, zoals je in de reportage hebt kunnen horen over de opgraving van Christiaan Lindemans. Daar gaan we straks naar kijken, naar die opgraving. De reden waarom ik hier ben, is omdat de verhalen de ronde doen dat hij dus weggehaald zou zijn uit begraafplaats Krooswijk. Maar dat gaat hem dus lekker niet worden, hè? Want toevallig hebben we hem gevonden. We gaan nu naar zijn graf toe. Het is niet echt veel, maar ja, beter wat dan niks natuurlijk. We hebben ons helemaal de schrompers lopen zoeken hier. En het blijkt dat hij dus hier verstopt zit. Kijk eens aan. Dus eventjes al die complotdingen eventjes daar gelaten. Je ziet het. Hier is Christiaan Lindemans. De breuk in het dijbeen kun je normaal gesproken nog terugvinden, omdat die genezing gaat toch niet helemaal perfect. En bovendien was de enkel, daar was een operatie aan verricht, waardoor dat enkelgewricht verstijfd werd, dus aan elkaar gezet. En dat kon je allemaal verwachten. Het is 5:00 vanmorgen als fotografen en journalisten zich voor het hek van de begraafplaats verdringen. De tientallen medewerkers van politie en justitie die bij het heropenen van het graf betrokken zijn, worden allemaal nauwkeurig gecontroleerd. De pers, maar ook gewone bezoekers, moeten buiten blijven. Op uitdrukkelijke wens van de familie. En dat was een dag in juni, 86. En ik ben dus 's morgens, we zouden om een uur of 5:00... tegen dat de zon nog ging komen, daar aan het werk gaan. En ik ben dus op mijn fietsje gestapt en daarheen gekart. En de begraafplaats Krooswijk opgereden. En eigenlijk was de hele klus, als ik me goed herinner, binnen goed 4,5 uur voorbij. Christiaan Lindemans was een hele normale Rotterdamse jongen, zal ik maar zeggen, die in de oorlog de kant van het verzet koos. En dat heel lang gedaan heeft, heel dapper verzetswerk heeft verricht tot
op een dag zijn verloofde en zijn broer werden gearresteerd. En daarop heeft hij zichzelf aangeboden aan de Duitsers, zeg maar, om die twee vrij te krijgen, zijn broer en zijn verloofde. En daarmee wordt bestempeld natuurlijk als een verrader. Februari 1945. Engelse zondagbladen komen met een pijnlijke primeur. De luchtlandingen bij Arnhem zouden verraden zijn door een spion die rondliep op het hoofdkwartier van de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, prins Bernhard. Op het landgoed Withoek bij Brussel was de betreffende spion op 28 oktober 1944 al gearresteerd. Christian Lindemans, bijgenaamd King Kong wegens zijn imposante gestalte, voormalig automonteur en garagehouder in Rotterdam, de laatste jaren geheim agent voor Nederland en voor Duitsland tegelijk. King Kong wordt gevangen gezet in de gevangenis van Scheveningen en overlijdt daar op 20 juli 1946, maar wel onder vreemde omstandigheden. Wat er precies is gebeurd op die fatale dag is niet opgehelderd. En in de loop der jaren groeit de vraag of hij überhaupt wel in zijn graf ligt. Rond de dood van Lindemans zijn altijd vragen gebleven. Heeft altijd een mist omheen gehangen, hè? De raadsels om zijn dood. De officiële lezing is zelfmoord. Persoonlijk denk ik dat ze wel een handje golf hebben. Dat hij vergiftigd is met arsenicum en luminol. King Kong had mijn interesse al vanaf 1946 als vermeende of als spion. Die King Kong is in de loop van de jaren een aantal keren ter sprake gekomen. Dat volgde je natuurlijk op afstand. En dat bereikt eigenlijk zijn hoogtepunt in 85, 86. In die tijd doken er allemaal spookverhalen op. Dan was hij weer gesignaleerd in Zuid-Amerika, dan weer in Noord-Amerika. Hij zou onder allerlei aliassen in allerlei landen wonen. En het werd steeds spannender, weer steeds kleurrijker. Dan moet ik zeggen dat ik zelden zulke complottheorieën tegengekomen ben. Een van die verhalen was dat hij dus nog zou leven. Er werd over gesproken dat hij ergens in Zuid-Amerika zou vertoeven. En dat werd met een zekerheid hier en daar verteld dat je zou het zelf haast gaan geloven. En dat betekende dus dat als die man inderdaad zou leven, dat er of iemand anders in die kist zou moeten liggen, of helemaal niks. Dus het werd eigenlijk met de dag gekker. De kern van de zaak was dat men bij burgemeester Peper terecht kwam met de vraag, kan het lijk worden opgegraven en kan alsnog worden vastgesteld? A, of het inderdaad King Kong is die daar in het graf ligt, en B, wat dan wel de doodse oorzaak is geweest. Burgemeester Peper krijgt naar aanleiding van de geruchten een verzoek van voornamelijk mensen uit het verzet. Zij vragen hem om de resten in het Krooswijkse graf te laten identificeren, om zodoende duidelijkheid te krijgen over de vraag of Lindemans inderdaad in 1946 is gestorven. De journalistiek heeft zich daar duchtig mee bemoeid in die tijd. En ik was er een van het clubje, ja. Die exhumatie moest er eigenlijk wel komen. De druk van de media was heel erg groot geworden. Want alle kranten en televisie. Er zijn zoveel talkshows ook geweest waar iedereen wel een keertje wat gezegd heeft. Sinds februari 1945 wordt er al over gesproken. Heeft King Kong de geallieerde luchtlanding bij Arnhem aan de Duitsers verraden? Nu kan eindelijk worden vastgesteld of Christian Lindemans inderdaad in 1946 in Rotterdam begraven is. En 46 jaar na zijn dood is hij nog altijd een mythe. Christian Lindemans. Beroep? Dubbelspion. Bijnaam King Kong. Ik was toen hoofdcommissaris plaatsvervangend korpschef. En mijn taak was dus om mensen aan te wijzen die dat onderzoek zouden gaan uitvoeren. En onderzocht moest dus worden vooral de medische achtergrond van King Kong, van Lindemans dus. En dat gebeurde op aanraden van de patholoog, die ook bij het team van de exhumatie, de grafopening, was betrokken, de heer Voortman. Want alleen op basis van karakteristieke medische gegevens van King Kong
zou hij vervolgens tot identificatie over kunnen gaan. Als iemand, zoals in het geval van King Kong, tientallen jaren begraven was, dan kun je eigenlijk alleen nog maar een skelet verwachten. En bij een skelet is dan in eerste instantie vooral het gebit belangrijk. Maar je kan op basis van een gebit ook alleen maar identificeren als je een status, een toestand, een gebitsstatus hebt van de overledene. En eventueel andere zaken die nog aan het skelet herkenbaar zouden zijn. De medische achtergrond van die King Kong is uiteindelijk boven water gekomen. En dan hebben we het over april ongeveer 86. Waarbij ze onder meer hebben vastgesteld dat die man, ik meen in 1933 of daaromtrent, een keer een motorongeluk heeft gehad op de straatweg in Rotterdam. En daarbij zijn linker bovenbeen heeft gebroken. Hij had een dijbeen gebroken. En hij had een onderbeensbreuk boven, vlak boven de enkel. En men is toen gaan zoeken en heeft het operatieverslag gevonden. En dus zwart op wit kunnen aangeven wat er bij hem gebeurd is. Hier een tekening van de operatieve verstijving van het gewricht. En dat gegeven moet aan het skelet nog te vinden zijn. Als u dat gegeven niet vindt, dan ligt er geen Christian Lindemans in het graf. Als het heel duidelijk is dat daar 3 gave linker enkelgewrichten aanwezig zijn, dan kan daar bij Lindemans niet aanwezig zijn. Ja, uiteindelijk werd er een datum bepaald en dat was een dag in juni 86. Toen is dus door experts is het graven begonnen. De dubbelspion die volgens sommigen de slag bij Arnhem aan de Duitsers verraadde, trekt in de vroege ochtenduren veel belangstelling. Maar zelfs met telelensen valt het graafwerk in een afgeschermde tent vrijwel niet te zien. In een nabijgelegen wijkcentrum hoort de schrijvende pers ook al weinig. Nee, het skelet wat er nu ligt, ligt er als enige skelet, ja. Dat is het. Bij gebrek aan informatie vallen journalisten halverwege de ochtend massaal aan als er foto's worden uitgedeeld die een politiefotograaf van de toekijkende familie bij het heropende graf laten zien. En met die foto's moest de pers in 1986 genoegen nemen. Maar inmiddels heeft Vergeten Verhalen wel de beelden gekregen die destijds door een cameraman van politie zijn gemaakt voor intern gebruik. Op 17 juni is het zover. Rondom het graf wordt een tent gezet om ongewenste nieuwsgierigen op een afstand te houden. Om 4:30 s'morgens begint het personeel van de begraafplaats met graven. Het was gedeeltelijk afgeschermd met een tent. En er waren natuurlijk bankjes voor iedereen om te zitten. Ik blijf er wat liever maar staan, dan sta ik er wat dichterbij. En ja, de sfeer was eigenlijk heel, heel gemoedelijk. En iedereen vroeg zich af, ja, wat gaan we nou zo meteen zien? En wat gaan we krijgen? En als ik me goed herinner, ja, op zichzelf wel interessant om mee te maken. Je doet dat tenslotte ook niet elke dag. De pers wordt op een afstandje gehouden. Vanaf een grasveld proberen ze toch nog een glimp van het gebeuren op te vangen. De broer van Chris Lindemans, Henk, is ook aanwezig bij de opgraving. Ja, ik herinner me die tent die daar gezet is. Ik herinner me ook dat de broer, meen ik, van Lindemans met zijn, geloof ik, zijn vrouw of een dochter, dat die gevraagd hadden of ze erbij aanwezig mochten zijn. Dus die hadden op in die tent inderdaad een soort plek waar ze zicht hadden op wat er ging gebeuren. Dus na de opname is het een en ander daar neergelegd. Ja, hier zijn uitgelegd de lange dijbeenen. U ziet dat het linker dijbeen halverwege een heel duidelijke andere vorm en dikte heeft dan het rechter dijbeen.
En dit is een toestand na een genezen breuk van het linker dijbeen. Dan ziet u het verschil tussen linker scheenbeen en rechter scheenbeen. Dit is van King Kong, want hier zie je het verschil tussen dit gewricht wat normaal is en dit gewricht waarbij het scheenbeen en het sprongbeen aan elkaar vastgezet zijn. In twijfel mogelijk dus. Burgemeester Peper slaakt een zucht van verlichting en de broer van King Kong zegt... Ik heb voordien gezegd, als ik het skelet van mijn broer zie, dan weet ik of het zijn skelet is of niet. En het kwam precies uit. Er is geen twijfel aan mogelijk dat de opgegraven lijkdelen daar, dat het lijk was van King Kong. Ik was ervan overtuigd dat Lindemans zeg maar in dat graf lag. Omdat de getuigen die ik gesproken had, die waren hartstikke sterk. Die hadden er verder ook geen belang bij om andere verhalen op te hangen. Die waren ijzersterk. Dus het was voor mij geen verrassing dus toen het graf openging, dus dat hij inderdaad daarin lag. King Kong op Krooswijk dus. Na het onderzoek werd hij hier weer herbegraven. Toch bleven er nog vragen over, want over de oorzaak van zijn dood, daar gaf het onderzoek na al die jaren geen antwoord op. Nou, ik heb in een van de plakboeken die ik bijgehouden heb, sinds 1952, over allerlei gebeurtenissen natuurlijk, heb ik onder meer heel cynisch geschreven, omdat wij toch anders niks te doen hadden. En ik heb natuurlijk gedacht, hé, we kunnen onze tijd toch beter besteden dan hier kostbare tijd tegenaan te gooien. Maar goed, het moest gebeuren en we hebben dat dus gedaan. In het grotere geheel zou je kunnen zeggen, de rust is weer gekeerd. Ik wil zeggen, ja, nu die erin ligt, zijn al die spookverhalen een beetje weg. Maar de raadsels rond zijn dood zijn nooit opgelost. De ooggetuigen zeggen dus dat hij vergiftigd is. Dat ze erbij waren, dat ze dat gezien hebben. En een verpleegster die tijdelijk in de cellenbarakken kwam werken in Scheveningen, bleek een oude jeugdvriendin van Lindemans te zijn. En achteraf vonden we uit dat het een medewerker was van een hoge functionaris van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die dus blijkbaar zijn dochter had ingezet voor dat klusje. Ik zou me kunnen voorstellen dat een of andere complotdenker iets lanceert in de trant van ja, maar die tante die kan er ook best bij betrokken zijn geweest en heeft dat in scène gezet of zoiets. En zo kan je tot in de ende macht kan je door blijven fantaseren. Maar het blijft op zichzelf een hele boeiende geschiedenis. Tot en met de opgraving. Of King Kong nu echt goed rust? Hij blijft wel een beetje rondwaren, denk ik, ja, King Kong. Nou, wat mij vooral opvalt is, zijn naam die staat hier nou wel. Christian Lindemans, Antonius Lindemans, King Kong. Datums? Er staan geen datums van geboorte en overlijden. Nou, we weten inmiddels dat hij dus in de Scheveningengevangenis is overleden aan een dosis medicatie. Het is echt een tragisch verhaal. Mijn eigen mening hierover. Ik zie het meer als chantage van de Duitsers. Maar dat is mijn mening. Ik ga hier ook verder niet op in. Ik wou wel deze herinnering min of meer levend houden. Het is wel een leuke woordspeling hier zo. Maar dit was toch best wel een. Voor mij dan een imposante figuur. Ik heb aardig wat meegemaakt ook. Maar goed, dankjewel dat ik je mocht vinden. Ik heb hier heel lang over gedaan. En dan kan ik eindelijk dit verhaal eens een keer gaan opsluiten. De zaak Lindemans. Nou, was het dan. Groetjes van Dre. En de groetjes van Angel.
Want als ik eens er nu bij me had, had ik hem waarschijnlijk ook niet gevonden, denk ik. Dus, nou, tot de volgende reportage. Groetjes.